Goedendag. Hindoeïsme. Ja, veel mensen hebben wel eens gehoord van het hindoeïsme. Het is een van de wereldgodsdiensten. Het is een godsdienst die uit India komt. Maar wat is dat nou precies? Nou, er zijn in ons land mensen die een studie hebben gemaakt, en nog steeds een studie maken van het hindoeïsme. En dan moet ik eigenlijk niet eens zeggen het hindoeïsme, maar de Vedische oorsprong daarvan. De Veda's zijn de boeken waarin zeg maar dat hindoeïstische geloof is beschreven. En dat zijn dan weer niet boeken die, zoals de Bijbel, door een directe getuigenis zijn neergeschreven. Maar dat zijn boeken die zijn eigenlijk weergaves van wat misschien duizenden jaren, vrijwel zeker honderden jaren, via een orale traditie is doorgegeven. Dat Vedische geloof, dat hindoeïsme, is dus een heel belangrijk geloof in de wereld, want het ligt aan de basis van heel veel stromingen. Heel veel rituelen die wij kennen, hebben een oorsprong in dat gebied, de Indusvallei, India. En u weet het, dat is een gebied waar heel veel godsdiensten natuurlijk naartoe getrokken zijn. Niet alleen van oorsprong de Vedische godsdienst. Misschien waren al oudere godsdiensten. Er is een instroom geweest van Ariërs, die eigenlijk de basis zijn van dat hele Vedische geloof. Maar later zijn bijvoorbeeld natuurlijk ook de boeddhisme. Gautama Boeddha woonde in Noord-India op de grens van Nepal. En natuurlijk ook het geloof van Mohammed, de moslims. Die hebben India in een aantal golven veroverd en voor een groot gedeelte ook gemost, zeg maar, geïslamitiseerd. En in ieder geval, we gaan vandaag praten met Jan Hoebe. Hij is dokter in de Indologie. Welkom Jan. En jij reist door India om het Vedische geloof te bestuderen, kan ik dat zo zeggen? Ja, eigenlijk Vedische rituelen, omdat in die Vedische periode het doen van de rituelen was belangrijker dan om allemaal één geloof te hebben. Dus het gaat meer om orthopraxie dan om orthodoxie. Dus het gaat er niet om dat iedereen precies hetzelfde gelooft, maar als je maar die rituelen doet, dat is het belangrijkste. Het klinkt bijna zoals je zegt dat de vorm daar belangrijker was dan wat je erbij dacht. Nou, kun ik zeggen dat wat je erbij dacht of voelt, dat is vrij. Dat is je eigen ervaring en wat je doet, daar zijn regels voor en die procedures volg je en dan komt die ervaring vanzelf. Dus, dus eigenlijk wat de katholieke kerk ook had, als je maar naar de kerk gaat op zondag dan, of ging biechten, dan was het goed. De uiterlijke vorm is een... Daar wordt er wel belang aan gehecht en het is dus inderdaad de rituelen die centraal staan. En dan zijn ook wel, dus die zijn ook heel precies overgeleverd. Er is heel veel in geïnvesteerd om die rituelen heel precies over te leveren met oorspronkelijk mondelingen, overleveringen inderdaad. En later ook met manuscripten, dat men die rituelen vooral zo precies mogelijk... Helemaal precies doet, zodat je het gevoel hebt dat wat ze nu nog doen eigenlijk duizenden jaren oud is. Dus als je die regels, die teksten, die hebben we nog. Dus als je die teksten volgt, dan doe je eigenlijk hetzelfde wat men dan 1000 voor Christus ook deed. Ja. Nou, reis jij door India en je hebt heel veel filmmateriaal, daar gaan we dadelijk over praten en naar kijken. Wat is jouw fascinatie met dat Vedische ritueel? Een van de dingen is dat het inderdaad dat het een heel oud ritueel, een hele oude complex van rituelen is. Dus als je daar induikt, dan zit je eigenlijk in die wereld van die mensen toen. En dan bijvoorbeeld de manier waarop men vuur maakt met stokken die op elkaar gevreven worden, een plank en een stok. Je krijgt ook het gevoel van al die ontwikkelingen met vliegtuigen en elektrische aanstekers, dat hebben we eigenlijk helemaal niet nodig. Als we gewoon, je kunt op een heel simpele manier geweldig verfijnd leven en diepe ervaringen hebben. India is nog steeds het land waar, ik ben daar zelf ook geweest, waar je dat beleeft. Tijdens de Kumbh Mela was ik daar ontzettend veel mensen die allemaal toch hetzelfde doen en daar ook... Zonder men is eigenlijk meer hier gaan we naar een feest en dan hangen we een heel voorbereiding, dat soort dingen. Maar daar is men meer. Ja, ja. Die nadruk op het zijn, dat is inderdaad, die voel je inderdaad bij dit soort rituelen heel sterk. Dus er zijn wel allemaal regels die gevolgd moeten worden, maar het belangrijkste is dat men aanwezig is en die rituelen... als je je eenmaal overgeeft aan die regels, dan hoeft dat gaat vanzelf. Het is een blauwdruk voor verlossing of
Ja, dus echt verlossing. In die oudste teksten komt het begrip verlossing niet zo sterk voor. Dat is meer een boeddhistisch begrip. Dat is dan meer boeddhistisch. En later komt het ook in hindoeïstisch. Hebben ook hun eigen interpretaties over wat verlossing is en hoe je het zou moeten bereiken. Maar het is echt meer op het leven gericht. Die oudste, die Vedische rituelen zijn gericht op leven en ook op succes in het leven. Dus op krijgen van koeien en nageslacht. Ja, dus echt wat het ook in de katholieke kerk wordt, gewoon bidden voor de dingen die je wilt hebben. Ja, dat is natuurlijk van alle eeuwen en alle tijden. Ja, dat... ja. Maar ook tegelijkertijd wel diepere, ja, er zit ook een heel, toch wel een zekere diepgang in dat, dat wordt ook als een proces gezien, een proces waar je zelf bij betrokken hebt, maar dat hangt samen met kosmische processen en in het ritueel. Is er ook een vormgelijkheid tussen het ritueel en de manier waarop men de kosmos ziet? Dus ja, dingen als vuur, water, lucht komen terug in het ritueel, maar worden ook als de bouwstenen van de kosmos gezien? Je hebt dus één groep teksten die beschrijven precies wat je moet doen in het ritueel. En dat is puur regels en hoe je het moet doen. Maar dan zijn er weer een heel andere groep teksten. De Brahmana's, die leggen uit van op het moment dat een bepaald ritueel uitgevoerd wordt, dan is dit de diepere kosmische betekenis. En dit is de implicaties voor de mens die het doet. Dus dan krijg je die drie niveaus van betekenis van een bepaalde hymne, bijvoorbeeld voor het ritueel, voor de kosmos, voor de macrokosmos en voor de microkosmos. Dat is dus de mens. Zou je nou zeggen, met wat wij vandaag de dag van de psychologie weten, hè, van Freud en wat we allemaal hebben ontdekt over de menselijke geest, als je dat vergelijkt met die Vedische rituelen, ik proef daar toch ook een soort psychologische component in. Hè? Jezelf bevrijden van slechte dingen, slechte gedachten, concentratieoefeningen. Is dat vergelijkbaar of zeg je nou de psychologie van vandaag gaat een stuk verder of juist niet? Het is vergelijkbaar en dan ook toegepast. Dat wil zeggen, het is toegepaste psychologie. Dat wil zeggen, als je de rituelen volgt, dan breng je jezelf in een psychologische staat van alertheid. Of dus... in een toestand waarin je ook effectief kunt functioneren buiten het ritueel. Dus er is een soort direct psychologisch effect op van die rituelen. Die gezangen, die brengen ook een soort, een soort rustgevende. Dus op dezelfde manier waarop de biecht in de katholieke kerk een heel effectieve manier was om van je zonde af te raken, maar ook psychologisch weer schoon te maken. Ja, dus op zich, het biechten zelf is dan geen belangrijk element. Of het komt nauwelijks voor. Er zijn soms momenten, maar in het algemeen is biechten, dat is meer, dat komt niet zoveel voor, maar wel aandacht richten naar verschillende goden. En die goden, dat zijn eigenlijk aspecten van de kosmos. Dus, en die ook dus in jezelf zit. Dat idee wat we wel eens hebben van dat hindoeïsme is een veel godendom en er zijn ontzettend veel goden, dat klopt niet helemaal. Er is eigenlijk toch één oppergod, maar alleen in heel veel aspecten. Dat is een heel abstract goddelijke natuur die zich manifesteert in al die goden. Dus, die gedachte die vind je al in de Rig Veda uitgedrukt. Dus in die Rig Veda zelf, de oudste tekst van alle Veda's. Dus daar wordt al uitgedrukt dat Agni, Yama, Mata, Rishva, het zijn allemaal één. Het is één zijnde dat is. Dat wordt door de dichters op verschillende manieren uitgedrukt. Dus die gedachte, die vinden we inderdaad al in Zee, we gaan eens kijken naar een heleboel van jouw materiaal wat je geschoten hebt. Je hebt geloof ik 65 uur op de laatste trip gefilmd. Daar gaan we een keuze uitmaken. Je gaat een beetje uitleggen. Wat dat betekent. Waarom is dat voor ons vandaag nog van belang, denk je? Dat we... Kijk, ritueel is iets wat men toen deed en nu nog steeds. Het is iets, ook als wij hier zitten te praten, is eigenlijk ook een soort ritueel. Dus door het bestuderen van rituelen krijg je ook uiteindelijk zelfkennis. Het is een soort kennis van de mens, hoe die zich gedraagt. Dus er zijn allerlei wetenschappelijke effecten te verwachten van theoretische effecten van ritueel, het bestuderen van ritueel. Maar we doen het nog steeds. Hè? De koning wordt ingehuldigd. Precies, de opening van de Staten-Generaal. Ja, en, zeker. Ja. Er wordt wel gezegd dat ook het koffiedrinken 's morgens bij de kopieermachine ook een ritueel is. Goed, we gaan eens kijken naar die rituelen. Prachtige beelden uit India. En we hopen dat veel mensen die interesse hebben in het hindoeïsme daarnaar kijken. En ook dat de mensen met het hindoe geloof in Nederland wat hebben aan dit materiaal. En het is hier wel heel prachtig. Ja.
Ja, hier zitten we dan te kijken naar zo'n Vedisch ritueel. Om eerst even duidelijk te maken, wat is nou het verschil tussen Hindisch, Hindoe en Veda? Veda's zijn op zich de oudste teksten die in het Hindoeïsme als de heilige teksten worden beschouwd. Maar in het moderne Hindoeïsme is toch al een paar duizend jaar hebben ze andere rituele vormen meestal. Puja's en andere rituelen die komen op zich niet in de Veda voor. De Vedische rituelen zijn anders van karakter. En waar we hier naar kijken is een Vedisch ritueel. Nou zie ik daar dus zo'n priester, neem ik aan, en die heeft een speciale haardracht. Wat betekent dat? Die priesters zijn 16 priesters bij dit. Dit is een eenvoudig soma-ritueel. Je hebt daar 16 priesters voor nodig en elk heeft zijn eigen functie. En op zich is die haardracht, dat is zullen we zeggen, persoonlijk. Meestal heeft men redelijk kaal geschoren, maar nog een klein stuk haar op de. En dat is ook een onderscheid om zich als Brahmaan, want het zijn mensen uit de Brahmanenkasten, te onderscheiden van andere kasten. Ze zijn inderdaad Brahmaan, maar die haardos, ja, dat zouden ook andere mensen kunnen dragen. Dus dat is een modeverhaal. Ja, maar dat is, kijk, je zag er ook die koord, het Brahmanenkoord, dat is wel echt karakteristiek voor een. Nou, deze man heeft dus iets klaargemaakt, een soort. Een offerkoekje of offer. Olie heeft hij hier klaargemaakt. Dit is inderdaad de ghee, dat wil zeggen. Ghee is geklaarde boter, heet dat in oud-Nederland, zou ik maar zeggen. Vroeger werd dat ook in de keuken gebruikt in Nederland, maar ghee is dan het Engelse woord en gurtam het Sanskriet woord. Even stil zijn, geloof ik, want nu hoor je ook dat terwijl die dat vuur. Die ghee over dat vuur gooit, als offer dat er dus een gezang bij hoort. Ja, dus er wordt een gebed. Die ghee is voor een offerande aan een god. En het vuur is eigenlijk de mond der goden. Dus via het vuur gaat het naar de god voor wie het bestemd is. Maar daar hoort dan een heel luid gebed bij. En voordat hij het ingiet, zegt hij ook van, roept hij een andere priester. En dan zegt hij tegen die andere priester dat hij moet zorgen dat die god echt luistert door flink luid die god aan te roepen. En dan komt er nog een keer een gebed voor die godheid. En maar hij maakt dit dus van bepaalde bestanddelen, maakt hij zeg maar zijn offer. Ja, dat zijn dus geen simpele dingen. Het is niet alleen maar brood of een vlees of wat dan ook. Hij maakt er een soort concoctie van. Ja, dus dit zijn allemaal graanproducten en ghee in het algemeen. Dus er zijn verschillende graansoorten en het wordt allemaal dan, is dan gebakken op een van de vuren. Elk vuur heeft zijn eigen functie en op een van die vuren zijn die broden, zou ik maar zeggen, gebakken. Met de bedoeling dat ze aan een bepaalde godheid. We hebben het hier over, je had het over een soma-ritueel. Iets wat 5 dagen duurt, waar iemand voor opdrachtgever is. Ik neem aan dat die Brahmanen door die man ook betaald worden. Die zien we ergens. Die zit daar. Die zit 5 dagen in een bepaalde houding. Die als het ware de. Ja, je zou niet zeggen het slachtoffer, maar de. Die baat heeft bij dit ritueel. Ja, dus hij moet dus officieel degene. Hij moet het geld. Hij moet die priesters betalen, sowieso. En hij is ook degene voor wie het hele offer bestemd is. Dus hij moet de goede vruchten van het offer, die moet hij bij uitstek krijgen. Dat wil niet zeggen dat die priesters niet ook, die hebben ook natuurlijk hun positieve effect van het offer. Maar vooral is dit bestemd voor de priester. Voor de offerheer. En die priesters zijn in opdracht van hem gekomen. Het kan best voorkomen dat iemand op een moment is hij de offerheer. Op een ander moment is hij ook priester, functioneert als priester. Dus het is ook, kan ook elkaar afwisselen. Nou zie ik, dit is niet echt een tempel. Hè? Dit is meer een half open situatie. Ja, dat is heel karakteristiek voor Vedisch ritueel, omdat het Vedisch ritueel is van nature nomadisch. Het volk in die periode was semi-nomadisch levend, dus men trok ergens met hun karren ergens naartoe en ging dan een paar dagen dat offerritueel uitvoeren en daarna zou men weer verder kunnen trekken. Dus dit is niet echt iets waar je een tempel voor nodig hebt? Nee, en het tempelritueel dat is meer karakteristiek voor het latere hindoeïsme. En dit nomadische, semi-nomadische ritueel is karakteristiek voor het Vedische, het oude, achteroude Vedische ritueel.
We zitten hier dus in een verdere fase van dat ritueel. En dit is dan echt het Soma-gedeelte. Jan, Soma, om daar eens even mee te beginnen. Wat is dat? Dat is een groot raadsel, want het ritueel is wel bewaard, maar men weet niet zeker welke plant het nu oorspronkelijk was. Het is een soort drankje wat in de Veda's beschreven wordt als een, ja, je zou bijna zeggen als een psychedelische of een goddelijke drank, waardoor je in een andere wereld komt. Ja, er zijn allemaal beschrijvingen die, sommige aspecten denk je dat het een hallucinogene drank is, sorry. Maar er zijn ook aspecten dat het een stimulerende drank is. En er zijn verschillende theorieën over. Er was ooit een theorie dat het een bepaalde paddenstoel Soma zou zijn. Maar ja, tegenwoordig de meest aangenomen theorie is dat het Ephedra zou zijn. Maar een soort stimulerende thee is. Stimulerende. Maar ze gebruiken dus nu een plant waarvan ze zeker denken dat het Soma is, maar niet meer zeker weten. Die in het gebruik weinig effect geeft. Precies, het is min of meer een neutrale plant. En men weet zelf dat het een substituut is, want het is een heel oud substituut. Een substituut al wordt in redelijk oude teksten wordt het ook al voorgeschreven. Op een gegeven moment het ritueel is in India afgezakt, zou ik maar zeggen, uit het noorden. En op een gegeven moment kon men niet meer bij die oorspronkelijke plant, komen die in de bergen, dus in kastjes. Ze hebben wat anders gedaan, maar even kijken wat hier gebeurt. Ze hebben dus vaasjes met die Soma-drank, die is aangevoerd door een kar die erachter staat. Er zijn een heleboel jongetjes omheen. En nu gaan ze die Soma drinken of in het vuur gooien? Dit is de offering, ja. In het vuur. Dus eerst offer je het aan de goden en pas daarna ga je zelf consumeren. Dat is een latere fase. Nu wordt het dus met onder begeleiding van bepaalde gebeden wordt het in het vuur geofferd, die Soma drank. En ik zie daar een soort kruid bij. Gaat ook in het vuur? Is dat een soort salie om de zaak te reinigen of zo? Er zijn allerlei. Ja, er zijn meer grassoorten, heilige grassoorten die daar ook in geofferd worden. En die paal vooraan is trouwens de offerpaal waar ook een touw aan vast zit, waar het offerdier aan verbonden wordt. Dus wat een toevallige hoop stenen en een vuurtje lijkt, is in feite een heel volgens bepaalde regels opgezette tempel. Een beetje half open, we hadden het er net over, dat het dus stamt uit half nomadische tijd. Maar alles heeft dus betekenis. Alles heeft een functie sowieso en er worden ook betekenissen aan toegekend en het kunnen soms heel uiteenlopende betekenissen zijn. Dus er zijn dus een hele aparte categorie teksten die min of meer speculatief aan elke offerhandeling een betekenis toekennen. Maar wat de regels van het ritueel zijn meer vast dan de interpretaties, kun je zeggen. Die evolueerden in die oude periode was dat ook al heel. Er waren heel verschillende visies op precieze betekenis van allemaal elementen in dat offer. Dus de uitvoering is, de regels zijn meer vast dan de. Ja, de Soma wordt hier dus geofferd aan het vuur met verschillende bekers. Is daar iets bijzonders aan? Dus die bekers, we zien dat die allemaal bijzonder gevormde handvaten hebben. Dus en elke beker heeft zijn karakteristieke handvat. We zien dat er ook nog een met rode letters in Devanagari een letter opgeschreven is die ook weer nog extra aangeeft van deze beker is voor die godheid. Maar dat was oorspronkelijk, stond dat er niet op. Alleen aan die hendel, aan het handvat kon je zien voor welke godheid die speciale beker. Want we hadden het er net al over, dat vuur is dus de manier om direct contact te maken met de godheid. Offer aan het vuur. Zeg nou, we zien dus die leidende priester die daar dat doet. Maar er zitten heel veel mensen omheen. Zijn dat leerlingpriesters of zijn dat mensen die in een ander gedeelte van dit vijfdaagse ritueel een rol spelen? Nou, er zijn 16 priesters. Iedereen moet eigenlijk een soort volledig volleerd priester zijn. Maar in de praktijk hebben ze hier, in deze situatie, hebben ze eigenlijk heel jonge
nog in opleiding zijnde studenten genomen die toch het hele priesterambt uitvoeren. Maar sommige priesters zijn dan natuurlijk veel drukker bezet dan anderen. Dus je hebt 4 hoofdpriesters en dan elke hoofdpriester heeft weer 3 onder zich. En dan een beetje een organisatie zou je zeggen. Zeg, moet je luisteren. We zagen die kar staan daar, die Soma-kar. Waarom heb je een kar? Waarom wordt die Soma elders gemaakt? Moet die aangevoerd worden? Of heeft dat een bepaalde betekenis, zo'n kar met die grote wielen? Ja, dus die Soma die werd dus oorspronkelijk inderdaad aangevoerd. Die moest aangeschaft worden. En hij werd nog, echt een goede Soma werd uit de bergen gehaald. Dus die vind je. Daar heb je een kar voor nodig. Nu lijkt het wel of iemand een sneetje in zijn hand krijgt. Dit is nu ook een offer. Deeg wordt nu gegeten. Dus daarnet zagen we dat dingen in het vuur geofferd werden. Nu krijgen de priesters iets te eten. En dat wordt ook weer begeleid door allemaal gebeden of mantra's. Waar worden dat soort voorwerpen nou bewaard? We zien bakjes, karren. Worden die in de tempel bewaard? Of zijn die het persoonlijk eigendom van een van de priesters? Die dingen worden op het einde, normaliter worden ze ook weer ook geofferd. Dus als alles afgelopen is, wordt alles wat met Soma in aanraking is geweest, wordt in het water gegooid. Dus in principe verdwijnt alles. Nou, soms kun je natuurlijk later achteraf nog weer wat opvissen uit datzelfde water. Maar de bedoeling is dat eigenlijk op het einde alles of verbrand wordt of in het water gegooid. Dus dan moet het weer opnieuw gemaakt worden. En kun je die voorschriften, hoe dat gemaakt moet worden, hoe dat eruit moet zien, kun je die oude Veda's halen? Staat dat op papier of is dat gewoon de traditie die we eens overdragen? De basisregels die staan in oude teksten die dus oorspronkelijk allemaal mondeling overgeleverd zijn. Maar in de praktijk heeft men natuurlijk ook een soort praktische kennis. Dus er is tegelijk een soort praktische traditie van mensen die nog weten hoe hun ouders het deden. Maar er zijn ook voor de hoofdregels die staan wel vast in die oeroude teksten die daarover gaan. Zeg, wat me opvalt is helemaal geen vrouwen, hè? Ja, er is 1 vrouw, dat is namelijk de vrouw van de opdrachtgever. Dus die moet er ook zijn. Dus het ritueel kan niet plaatsvinden zonder dat die vrouw er is. Maar voor de rest zijn de uitvoerende priesters zijn allemaal mannen, inderdaad. Ja. Is dat normaal voor Vedische en Hindoe rituelen? Nou, de Hindoe rituelen is weer wat anders. Maar voor de Vedische rituelen is dit zeker is dit normaal. Dat de uitvoerende priesters zijn mannen en degene die de opdracht geeft. Dus de offerheer en de offervrouw zijn gelijkwaardige partners die allebei evenveel vrucht krijgen van het offer. Is dat een beetje patriarchisch, het feit dat de man de belangrijkste rol speelt, is dat terug te voeren op die half nomadische oorsprong van die Vedische rituelen? Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Het is wel zo dat als je moderne hindoeïsme kijkt, dan lijkt het alsof de vrouw een minder goede positie is gaan innemen dan in die echte Vedische tijd. Dus In die Vedische tijd had die vrouw dan toch een ze waren wel een vrouw en mannen zijn natuurlijk, hebben andere functies, maar niet zozeer minderwaardig. Of in de loop der tijd is het goed. Er was natuurlijk een functionele indeling in de tijd dat je zeg maar door het land moest trekken, dat de mannen wat sterker waren en een andere jachttaak hadden dan de vrouwen. Dan zeg maar tegenwoordig, waar je meer een sedimentaire en dat mensen in dorpen en zo wonen. Ja, misschien is daar iets, zijn daar parallellen. Het is heel moeilijk om het precies aan te geven. Maar het is wel interessant dat in de tegenwoordige tijd dat de vrouwen in hindoe-rituelen ook weer terugkomen. Dat dus dingen die vroeger alleen door mannen gedaan mochten worden, ook tegenwoordig weer wel door vrouwelijke priesters ook uitgevoerd worden. En ook de ja, feministische soort. Ook tempelpriesters mogen, er zijn ook vrouwen die dan nu rituelen doen die vroeger echt alleen door mannen gedaan werden. Ik ga
Ja, hier zien we dus zeg maar de opdrachtgever, degene die het ritueel betaald heeft en er ook de verdiensten van krijgt, samen met zijn vrouw dus. Wat gebeurt hier? Want ze zijn met elkaar verbonden op een of andere manier met een witte doek. Dus die offerlepel van de Advaryu-priester, aan die offerlepel zit dus een doek gebonden, waar dan die dan ook vastgehouden wordt door de opdrachtgever en zijn vrouw. Dus deze offering is eigenlijk gebeurd door de opdrachtgever en zijn vrouw, maar via de hand van die priester. Ze hebben dus fysiek de hand in. Zeg, dit is weer een ander vuurtje dan wat we net daar links zagen. Ja, er zijn een aantal vuren en elk vuur heeft zijn eigen functie. Dit is eigenlijk het vuur van de... Als ik de naam van de priester vertaal, dan komt het neer op een soort vuurstoker. Hij was de verantwoordelijke voor het om een soort basisvuurtje altijd bij de hand te hebben. Een heel oude functie en ook in het oud-Iraanse ritueel heb je iemand met een vergelijkbare functie. Dus dat is een heel oude functie binnen. De vuurmaker, de vuurbewaarder als het ware. Ja, dat kun je zeggen, ja. In de oude tijden was het vuur niet heel belangrijk. Als dat uitging, dan gebeurde het. Je hebt het over oud-Iraans. Dan praat je over een andere godsdienst die lijkt op dat Vedisch wat we hier zien. Ja, het lijkt heel erg erop. Dus sommige offerformules zijn vergelijkbaar in de Avesta en in de Rig Veda of in de Vedische rituelen. Dus bijvoorbeeld... Maar je hebt het dus over Ahura Mazda, goden die in het tweestromengebied ook in die tijd leefden. Waarvan een gedeelte nog in de vorm van de Farsi, geloof ik, naar India later zijn weer teruggegaan. Ja. Dus Iran, het oude Iran, daar zaten inderdaad dan mensen die dan die Zoroastrische rituelen uitvoeren. Die teksten zelf, die zijn ook de taal is heel nauw verwant aan het Vedisch, wat de taal van deze offerformules zijn die hier uitgesproken worden. En ook qua techniek van offeren, daar zijn ook allerlei parallellen dan met het Zoroastrisme, ook die Soma bij de... wat wij dan Ephedra noemen. Dus dat is een van de redenen om aan te... Er zijn hele oude banden tussen. Nou, heb ik ook wel eens gehoord dat de oorspronkelijke Indische bewoners, de Dravida's die nu een beetje in Zuid-India nog leven, eigenlijk verdreven zijn door de Arische mensen met hun Vedische cultuur. Er zijn heel veel theorieën daarover en er zijn ook voortdurend allerlei alternatieve theorieën worden ook uitgedacht en men probeert de gegevens die we hebben daarmee in verband te brengen. Misschien 100 jaar geleden was een theorie van massale invasie, maar die theorie is wordt tegenwoordig opgegeven. Als er iets van Ariërs binnenkwamen, dan was het meer druppelsgewijs die meer inspirerend werkte en anderen meetrokken, zeg maar zeggen. Dus het was meer een culturele invasie dan een massale militaire invasie. Het was ook een raciale invasie, want die Dravida's zijn veel zwarter, wat kleiner vaak. Kun je nog in Zuid-Afrika
India zien. En die Arische gezichten, je ziet dat ook op beelden, die het waren anders voor mensen. Het is heel moeilijk om die rassenkant, om dat heel duidelijk te krijgen, om de genetische kant. Want het blijkt dat aanpassing aan de omgeving een heel belangrijke factor is. Dus als jij een paar generaties in zo'n heter klimaat leeft, dan gaat je huid zich aanpassen en wordt ook donkerder. Blijkt genetisch heel moeilijk te zijn om te zeggen dat er stromen mensen, Ariërs, binnen zijn gekomen. Dat is nog niet zo makkelijk aan te tonen. Ook qua, men heeft ook geraamtes en zo onderzocht, maar er zijn geen duidelijke golven aan te tonen van dat bijvoorbeeld een bepaalde 1000 voor Christus of tussen 1000 en 2000, dat er dan invasie zou zijn geweest. Wat we hier zien, dus dat ritueel, maar dat duurt 5 dagen, dus we hebben af en toe ook een beetje, zeg maar, pauze. Dan is even wat rust in de tent. Ja, zeker, men heeft ook eetpauze sowieso het ritueel zelf is opgebouwd uit meer actieve delen en meer meditatieve delen. Bijvoorbeeld dit gezang wat nu aan de gang is. Dat is zelf meer een rustpunt binnen het hele ritueel. En op het moment dat men iets in het vuur moet offeren, of als men het offerdier gaat slachten, dat is een heel actief gedeelte waar men allemaal ook soms gespannen is dat of alles wel goed zal lopen. Dus het offer zelf is opgebouwd uit verschillende elementen. Misschien kan ik ook iets over deze saman, dit gezang vertellen. Dat is dus een bepaalde basistekst uit Rig Veda is genomen en die gaat men dan helemaal uitwerken. Dus één regel wordt, dat doet men dan bij wijze van spreken een half uur over, doordat men bepaalde syllabes herhaalt. En ook iets wat we tegenkomen in die raga's, die Indiaanse muziek, waarbij ze ook één toon nemen en daar eigenlijk eindeloos op gaan voortbeduren en omheen werken. Ja, je kunt wat karakteristieken herkennen eigenlijk in latere Indiaanse muziek. Dus Samaveda is dan de oudste muziek, kun je zeggen, van India. En bepaalde principes kun je herkennen. Maar ik wil niet zeggen dat er een rechtstreekse lijn is. Er zijn in de ragas heb je natuurlijk ook allerlei volkselementen die erin gedrongen zijn. Maar er zijn ook wel parallellen met dit oude gezangensysteem uit de Vedische rituelen. Nog iets anders wat me opvalt is de kleurstelling. Hè? We zien veel rood, we zien veel geel, oranje, maar blauw bijvoorbeeld, of gewoon hardgroen, paars. Die kleuren zie ik helemaal niet. Komt dat omdat die daar niet zijn in de natuur, of omdat als kleurstoffen voor kleren misschien te modern zijn, of past dat bij de hele traditie? De kleurkeuze op zich, denk ik, ik weet niet precies hoe dat in de alleroudste teksten zit, maar die mensen met gele-achtige gewaden, dat zijn meestal de jongeren die nog in de leer zijn. Mensen met witte gewaden, die zijn al afgestudeerd, zal ik maar zeggen. We zien bijvoorbeeld de soma-plant zelf, die nu in beeld komt, die is wel weer groen. Men heeft die kar inderdaad geel geverfd. Op zich hoeft dat niet een heel oud voorschrift te zijn, dus daar zit ook een soort... Ze gewoon niet, ze hebben gewoon weinig blauwe t-shirtjes, ook maar zeggen. Ja, men werkt ook vanuit een soort esthetisch gevoel vanuit het heden, van men wil er toch een zekere stijl erin hebben. En dit is dus de Soma, het bijna mythische verhaal over een drank die je in een andere wereld zou brengen. Een verhaal wat we overigens natuurlijk ook tegenkomen in de Griekse mysteriescholen, Elysium, waar ze ook schijnbaar iets namen wat ze in een andere wereld bracht. Het schijnt natuurlijk heel veel tradities voor te komen, ook in Mongolië, waar men paddenstoelen at. Maar wat er nu genomen wordt, is in ieder geval niet meer direct psychedelisch of bewustzijn veranderen. Nee, dat is dus inderdaad een min of meer inerte plant, zou ik maar zeggen, die men neemt. Maar de ingrediënten die daarbij horen, daar horen ook die gezangen en alles bij. Dus die ingrediënten zijn er wel, maar de fysieke plant, die is er dus niet. Jan, we gaan een beetje afsluiten. We hebben dus gekeken naar een Vedisch ritueel, dat heette?
dit is een soma-offer. Het is een soma-offer, het heeft 5 dagen geduurd. Er was een opdrachtgever met zijn vrouw en die moesten er allebei bij zijn. 16 priesters. Waar vond dit plaats in India, in, zeg maar, geografisch? Ja, dit is in Maharashtra, Barshi heet het. Meer in het binnenland van Maharashtra, dus redelijk centraal in India, in een kleine plaats. En het is eigenlijk buiten die kleine plaats, dus op zich in een landelijke omgeving, een heel rustige landelijke. Maar ben je er ook 5 dagen bij geweest? Dit is wel met anders ook gefilmd, je bent er 5 dagen bij geweest. Heb je het gevoel dat je er zelf iets van gemerkt hebt, veranderd bent, dat je zegt nou... Nou, die ervaring was op zich heel boeiend en was een rijke ervaring om het mee te maken. Als je het uit de teksten leest, die rituelen, dan is het allemaal abstract. Maar als je het meemaakt, dan zie je er bepaalde lijnen in. En men werkt blijkbaar toch toe naar bepaalde ervaringen genereren bij degene die eraan deelnemen. Dus dat merk je alleen als je er ook echt zelf aan deelneemt. Als mensen willen reageren, want je hebt een heleboel... wat is je website of je e-mail? E-mail is j.e.m.houben@letleidenunie.nl. Dat is een hele mondvol. En ik ben een website aan het construeren, www.jyotistoma.nl. Dus JYOTISTOMA.nl. Dat is een website die in constructie is over dit soort rituelen. We zullen nog wel wat meer laten zien. Je hebt wat films gebracht. Bedankt voor het delen van je kennis over dit ritueel.